In dit hotel zitten ze, vrienden. Ja, Jumbo. Jongens van Jumbo Visma. Vlakbij mij in de buurt. Ik denk, ik ga eens even kijken. Nou, het is ongelooflijk wat ze hier allemaal bij zich hebben. Kijk hier alleen al. Dit is ook, is hij allemaal weer bezig? Wat ben je allemaal aan het doen hier? Alle fietsen in orde aan het zetten, voor komend seizoen. Oh, en wat voor fietsen? Zijn dit de echte... Dit zijn de wereldfietsen, hè, van Team Jumbo-Visma. Dit zijn de wereldfietsen, dit zijn de echte fietsen, vrienden. Kijk hier, kijk. Stuurtje wordt rechtgezet, kijk. Klassiek hoor, gewoon. Helemaal niks ingewikkelds aan. Ja, want kijk, de Jumbo-Visma. Ja, jongens, jullie weten, ik weet geen zak van wielrennen. Nee, nee, echt niet. Ik weet er echt geen moer van. Kijk hem lachen. Ja. Nee, maar ja, er zit hier wel Wout van Aert, die ken ik natuurlijk. En Kruiswijk, die namen. En die Vingegaard, de toerwinnaar. Die zitten allemaal in dit hotel. En die rijden hier gewoon constant in de buurt. Nou goed, kijk even met mij mee, vrienden, wat ze hier allemaal hebben staan. Ja, kijk maar mee hier. Auto's, alleen maar auto's hier. Van Jumbo, hier, allemaal auto's, die staan hier allemaal geparkeerd. Maar ja, luister, de Jumbo's, ze zijn natuurlijk Champions League, ze zijn Real Madrid, Barcelona, Manchester City, van het wielrennen. Ja, ze hebben de toerwinnaar in huis. Kijk, ja, niet te geloven hoor, maar die gasten, wat die allemaal meenemen. Hier, kijk even met me mee, hier, kijk even met me mee, ja. Hebben ze nog zo'n enorme wagen en dit is nog niet een wedstrijd, hè? Dit is gewoon maar trainingskamp, vrienden. Dit is echt groot hoor, dit. Tja, ik heb wel wat gezien in mijn leven natuurlijk, dat weten jullie, in het voetbal. En ik weet heel weinig van het wielrennen, maar dit ziet er toch wel heel indrukwekkend uit hoor. Hier is het voetbal er niks bij, hè? Nee! Ja, dat wou ik zeggen. Goeie god, en wat voor functie heb jij? Ik ben de voedingsdeskundige. De voedingsdeskundige? Ja. Ja, jongens. Als je op dieet wil. Moet je bij mij zijn. Dan hè? Moet je echt hier zijn. Dat kan niet, niet? Ja, kijk hier. En wie hebben we hier dan? Ik ben een rocker. Nee, wat ben jij? Ja, ook een verzorger. Ik ben ook een verzorger. Maar ik ben de rocker. Oh, de rocker. Ja. Ah, maar je bent ook verzorger. Ja. Ben je niet te geloven? Ja, ja. Wat jullie allemaal meenemen op zo'n... Dan staat hier beneden nog een truck. Hoeveel wagens... hoeveel wagens hebben jullie wel niet in totaal hier? Vier trucks. Ja. En een stuk of 20 wagens. Ja. Top. Dat is veel interessanter dit, joh. Kijk, daar komen ze aan. Hier, komen ze aan. De heren komen terug. Kijk, de heren komen aan hoor. Kijk, komen ze aan. Hup, hebben ze weer getraind. Haha, kijk wie we hier hebben. Ja, hé, hey, ploegleidertje. De grote baas. Nou, niet eens een ploegleider, hè. Ja, eigenlijk, ben je ploegleider, baas? Wat ben je? CEO? Wat ben je van Jumbo? Ja, laten we zeggen hoofdcoach. Hoofdcoach? Ja, hij is de baas hoor. Dit is de grote man hoor. Ja, en moet je luisteren, jullie pakken wel even uit, hè. Ja. En wat mij opvalt, er wordt zo verschrikkelijk hard getraind in dat wielrennen. Heel hard, ja. Ja, vooral in deze maanden, ja. Vorige week hadden we 30 uur. Precies. Maar ja, die mensen zitten te wachten op de Tour natuurlijk. Ja, nee, maar... Tour. Ga je de Tour winnen? Dat is de vraag. Dat is eigenlijk wat ze van jou willen horen. Ja, dat is wel een groot doel van ons. Een groot doel? Ja. Hij heeft het niet gezegd, hè? Je hoort het helemaal niet. Nee. Maar hij gaat het niet zeggen, hoor. Hij moet het op de weg laten zien en niet met je mond. Oh. Dus het is ons grote doel. Dus, het grote doel? Ja. Nou, en weer die Vingegaard, ja? Ja, en daarvoor natuurlijk die ons er ook iets in de Giro. Ja. De klassieke mannen met Wout van Aert in de Prijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen. Dus daarom trainen we ook zoveel, hè. Goed. Jij mag kiezen tussen Real Madrid, Barcelona of Manchester City. Met wie wil jij de Jumbo's vergelijken? Manchester United. Dat is mijn club. Daar wil ik ons mee vergelijken. Dat is het, nou ja, dat zei ik al. Dus ze zijn echt groot hoor, die Jumbo's. Hè? Ja. Manchester United vind ik mijn vriend Erik, die werkt daar. Oké. Okay. En ik vind het een prachtige club. Goed. Ik kies Manchester United. Nou, jongens, zeg iedereen maar gedag die voor de tot ziens.